allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Dit is een andere video als normaal. Ik ga namelijk een mukbang filmen, maar hiervoor ga ik lekker koken. En ik heb best wel vaak aangevraagd gekregen of ik een video wil doen waar ik ging koken en dan aan jullie ging laten zien en dan een mukbang opnemen. Hoe leuk is dat? Nou, wat ik vandaag ga maken zijn Mexicaanse taco's. En ik heb dit weleens bij Samantha op en het was zo lekker dat ik dacht, I need to try this by myself. Alleen ik ben een beetje op gezonde tour. Dus ga ik spinazie ei pannenkoekjes maken. Als wraps. Als soft taco's. Dus ik heb er helemaal zin in. De ingrediënten staan sowieso in de beschrijving. En ik ga kip en shrimps garnalen gebruiken. Dus het wordt helemaal lekker. Echt. Helemaal zin in. Voordat we beginnen met de video, vergeet zeker niet op de abonneerknop te klikken. Ben je nog niet geabonneerd, vergeet dat zeker niet te doen. En de notificatiebel aan te zetten. Hierdoor blijf je ook altijd op als ik een nieuwe video plaats. En vergeet zeker ook niet mij te volgen op Instagram. Dat is @sarahvanhoort. Nou, laten we maar gewoon snel beginnen met de video. Want ik heb super veel honger. Ik heb nog niks gegeten vandaag. Dus ik ga lekker koken. Oké, het handigste waar ik denk mee ga beginnen is de kip en de garnaaltjes. Deze ga ik in stukjes snijden en een beetje marineren met peperzout, poeder, wat knoflook en een heel klein beetje kokosolie. Dus dat ga ik als eerst doen. Ik heb dus een stukje kip en een paar garnaaltjes. Heerlijk! En ik hou echt van shrimp tacos. Oké, laten we het gaan snijden. Oké, we beginnen natuurlijk met een stukje snijden van de garnalen. En die gaan we dan een beetje op smaak brengen met wat knoflook, peper, zout, paprika poeder en wat sriracha. Hou je nou niet zo van pittige eten, dan zou ik geen sriracha doen. Zou ik deze stap gewoon lekker weglaten en zou ik wat kokosolie of wat olijfolie gebruiken. Nou, dan gaan we de kipstukjes in kleine stukjes snijden. Ik haal een beetje die witte vetten eraf. En dan snij ik de kipfilet gewoon in kleine blokjes. Deze brengen we ook op smaak met knoflook, peper, zout, paprika poeder en wat kipkruiden. Je kan voor pittigheid ook nog wat chilipoeder toevoegen. Dat heb ik ook gedaan. En dan een beetje kokosolie. Oké, dat laat ik even marineren. Ik denk dat nu het handigste is om de beslag te maken van de ei en de spinazie wraps. Ja, ik ga eigenlijk maar gewoon wat doen. Ik heb geen idee hoeveel ik van wat wil doen. Dus ja, ik ga maar wat doen. Ik ga beginnen met 3 eieren, want dit zijn hele kleine eieren. Ik ga het trouwens ook voor mijn moeder maken, dus dat jullie denken van, ga je dat allemaal zelf opeten? Dan moet daar een beetje bloem bij. 2 suikerwater, en melk. Heel veel kruiden. Zo. En dan de spinazie erdoor. Nou, dit wordt altijd super fijn. Dan meng ik er ook een beetje doorheen. Zodat er weer in kan. Nou, ik ga hier gewoon mee beginnen. Ik heb geen idee of dit goed is. Ik heb hier een stabilizer. Oké, meer spinazie for sure. Het ziet er echt fel gewoon uit gewoon. Het is wel heel mooi. Oh my god. Check dit gewoon. Wiggle wiggle. Oké, hier ga ik een beetje peper en zout bij doen. Zo, dat gaat lukken. Misschien moet ik nog een ei erbij doen, want het wordt steviger geworden. Ja, ik ga nog een ei erbij doen. Dan wordt het heel waterig van de spinazie. And we don't want that. Het zijn echt minuscule eitjes, dus dat mag wel. Ja, het ziet er echt heel goed beslag uit. Ik wil niet veel zeggen, maar misschien moet ik een schort onder, want ik heb wel een wit. Dat is een leuk idee. Ik heb namelijk een witte blouse aan. Ik heb een schortje erbij. De slag is klaar. Met dat je het zo erin kan gieten. Zo. En ik ga minietjes maken.
En ik heb daarvoor een heel leuke lijn. Balletje! Kijk, daar passen ze perfect in. Oké. The moment of truth. Ik hoop dat het goed gaat. Pretty good. Nou, dan gaan we mijn voet eraf. Leuk groot mes dat viel. Dan doen we dit erin. Een beetje. Het smelt meteen, dat is een goed teken. Kijk, ik was best wel een soort ding maken dat ze stevig worden. Dat je er echt wel een taco van kan maken. Oh, dit is zo cute. Je moet het even zien. Kijk hoe schattig. Als dit lukt, wordt het zo cute. Ik heb alweer zitten knoeien natuurlijk. Oh, ik hoop echt dat het gaat werken. Oké, ondertussen ga ik wat van de dingen klaarmaken die ik op de taco ga doen. Dat is als eerst rode kool. Je denkt, what the fuck, rode kool. Maar ja, echt rode kool. Dan tomaatjes. Tomato. Oh, er vliegt er al een weg. Oké, ik ga daar gewoon wat paar doen. Even wassen natuurlijk eerst. Oh my god, nee. Mijn pannenkoek. Tijd om de pannenkoek te draaien. Look at this. Bam. Perfect. Dit is gewoon perfect. Ik ga stuk. Oké, back to the tomatoes. Voor de mensen die Kaudolee kennen, ik ga haar naproberen te doen. Dit mes heb ik kip meegesneden. Kijken of ik dit kan zonder mijn hand eraf te snijden. Nou, nee, dit is niks voor mij. Ik ga gewoon lekker zo doen. Huts of luts. Cute. Verder naar de taco's. Deze is al klaar. Nou, dit is toch een perfect wrapje. Dan wordt het tijd voor de limoen. Die gaan we gewoon in parten doen. Oh, ik zit zo niet in beeld te snijden. Wauw, dit is echt heel awkward. Oké, de limoenpartjes. Cute. Dan moet ik nog... Oké, ik ga zeker niet alle vetten gebruiken. Maar wel een stukje. Dat ga ik gewoon zo snijden. Plakjes. Een beetje verbrokkelen. Zo, dat is wel genoeg fijn. Kijken of ik deze weer kan draaien. Ze worden echt stevig. Ze worden nog steviger als een gewone pannenkoek. Kijk dan, hoe goed. Dan heb ik, of course, jalapeno's. Daar doe ik een paar van in een schaaltje. Yummy. Oké, ik ga jullie ondertussen laten zien hoe ik dit dus doe. Ik neem zoiets. Misschien iets minder dat ik erin. Zo. En dat even uitspreiden. Cute. En dan als laatste moet ik alleen nog de avocado snijden. Oké, het is echt one big mess. Maar ja, ik ben one big mess. So that's my life. Ik hoop dat deze avocado goed is. Anders ga ik dood. Oké, ik ga denk maar een halve gebruiken. Want dat is genoeg. Oh, hij is echt perfect. Hij is iets bruiner. Maar dat vind ik altijd wel lekker. Want dan heeft hij lekker smaak. Dat ga ik in plakjes snijden. Echt dom. Ik had hem in de koelkast gelegd. Daardoor is hij nu hard. Nou, hij is niet hard, maar koud. En het is gewoon vies. Zo. Lekker! Oké, jongens, dan is er eindelijk de moment of truth. Smaakt het wel zo lekker als dat het eruit ziet? Ik heb vaker Mexicaanse tacos gemaakt met Samantha, maar ik heb het nooit op deze manier gedaan. Ik heb dit vorige keer met zalm gegeten. Het zijn er niet normaal veel geworden. Het is echt heel ziek. Ik ga kijken hoe ver ik kom met eten. De rest geef ik aan mijn moeder en mijn baak, of course. Ze zijn super zevig geworden. Het is echt... ongelooflijk. Ik ben helemaal blij mee. Sommige zijn een beetje verbrand, maar I don't care. Dus ga ik never ever vragen beantwoorden. Maar jongens, eerst
ik ga dit eten. Ik heb normaal gebruik ik crème fraîche, maar ik heb nu zuivelspread. Hoe noem je dat? Hoe noem je dit ook weer? Zuivelspread, toch? Nou, ik weet niet meer. Roomkaas. Roomkaas. Cream cheese, ja. Gedaan omdat het veel magerder is en beter voor je dus. Ik weet niet precies hoeveel calorieën deze maaltijd bevat. Maar we gaan er gewoon lekker van genieten. Oké, ik ga het eerst maken met een paar garnaaltjes. Lekker, ze ruiken echt zo goddelijk. Rode kool. Je doet gewoon rauwe rode kool. Een beetje tomatoes. Oh shit, ik moet ook wel opletten dat ik het mooi opmaak. Doen we zo'n limoenpartje erbij door avocado. Oh, this is amazing. Jalapeno. Een feta. Don't forget about that. Ja, dit is hem. Het ziet er goed uit. Kijk dan. Oké, jongens, hier komt de moment of truth. Ik ga een beetje limoensap erop persen. Zo is het niet te vreten. Nee, dat kan haast niet. Oh, wat een lekkere taco. Oké, 3, 2, 1. Oh mijn god. Ik zeg, je proeft niet eens dat het een spinazieworp is. Het smaakt gewoon naar een normale worp. Dit is lekker. Ik heb nog nooit zoiets lekkers op in mijn leven. Ik zweer het. Nou. Dit is echt niet normaal. Oh my god, guys. Ik heb een nieuwe lievelingseten gevonden. Dit is zo lekker. Ik ben nu in de mukbang aan het filmen. En ik moest het gewoon laten weten. Je moet deze video kijken. Dit is zo lekker. Ik denk dat ik hier wel 50 op van kan. Oké. Ik ga never ever vragen. Bestellen. Never have I ever used a fake ID. Dus of ik ooit een fake ID heb gebruikt. Nou, hell yes. ik was iemand die het liefst op mijn 13e al uit wilde. Nee, ik was 15, denk ik. En toen kwam ik op de 15-jarige lijst. Maar ja, dan mag ik natuurlijk niet drinken. En ik heb heel lang van een vriendinnetje Anne haar ID geleend. En ja, ik ging altijd maar een beetje sjoemelen. Dat ik overal binnenkwam. Soms. Ik leek ook best wel oud. Ik ga nu met kip proberen. Best wel oud op mijn leeftijd. Voor toen, in ieder geval als ik er nu op terugkijk, leek ik echt een kleuter van 5. Maar ja, voor die tijd zag ik er best oud uit voor een 15-jarige of zo. Ja, en toen ging ik altijd met fake ID's of gewoon naar binnen zonder ja, ID te hoeven laten zien en zo. Dat was echt chill. Oké, nu ga ik hem lekker lelijk maken, want nu boeit het toch niet. Oh, die jalapeno's zijn ook zo lekker. I love jalapeno. Beetje vet aan nog. Dit is echt mijn lievelingseten. Oké, alles zit erop. Ik ga nu met kip proberen. Ik denk dat de kip minder lekker is. Dat gevoel heb ik gewoon. Deze ziet er ook echt een bom uit. Als een bom. Oh, hij was niet eens dicht. Oh mijn god. Oké, daar gaan we 3, 2, 1. Ook heel lekker. Wat ik dus voor mijn verjaardag wil doen, is met shrimp en met steak. Lekker biefstuk, dat is ook lekker. Ik zweer. Dit is gezond. En er bestaat gewoon niks beter in de wereld als dit. Ik zweer het. Dit is echt. Ik weet nou niet wat het zo lekker maakt. Alles bij elkaar maakt het gewoon zo lekker.
Never have I ever has fought in public. Of ik ooit in het publiek heb gevochten. Nou, gewoon in het openbaar. Ik heb niet echt ik heb nooit in mijn leven gevochten. Ik ben wel, we zijn wel, ik is wel een boos aan elke keer aangevallen. Dat is echt een mega grappig verhaal. Dat was, toen gingen we uit, toen waren we 16 geworden. En we uit in Villa Italia, want dan had je een 16-jarige avond. Misschien in Rotterdam. En dit filmpje staat op Dumpert. Het is zo erg. Ik ga het niet geven, want het is echt heel awkward. En een meisje die ging roken in de trein. Dus wij zaten echt van, wat de fuck doet zij? Je gaat toch niet roken in de trein? Dus wij zaten er een beetje aan te kijken, maar we zeiden helemaal niks op. Toen ging ze met geld gooien en toen was het kahoer, kahoer. Nou, je weet wat ik bedoel. Helemaal naar ons uitschelden, dus wij zaten echt van, wat de fuck? Dus op een gegeven moment komt een chick aangerend. En die geeft boos een paar klappen op haar gezicht. Dus ik sta op en ik trek er aan haar, aan die trein. Ik zeg, en nou ga je godverdomme weg. Ik weet niet wat ik precies wat ik zeg. Dus je ziet mij op het filmpje, je ziet mijn rug. Je ziet echt boven volgeslagen worden. En je ziet mij met mijn rug is van, god op en zo. En later spraken dus mensen, dat meisje was dus ook precies helemaal gestoord. Het lijkt me zo grappig, zelfs zij zo dit zien. Het lijkt me echt heel grappig. Maar, nou, nah, dat was echt niet normaal. Echt, what the fuck. En dat staat gewoon, het is gewoon gefilmd. Er zaten gewoon allemaal jongens omheen, die hielpen niet eens. Echt. Wat een trieste jongens. Als jongens zijn er dan help je mij niet toch? Nou, ik vond het zo erg. Ik vond het zo apart. Echt raar zo mooi is overkomen. Never have I ever kissed more than one person in 24 hours. Dit kan ik bevestigen. Ik ga even mijn moeder maken. Mam! Mama! Mam, wil je er één proberen? Het is super lekker. Wat zit je te eten allemaal, joh? Ik ga er eentje voor je maken, ja? Oh, het ziet er echt lekker. Het ruikt lekker. Het staat hier allemaal. Ik ga er nu één voor je maken. Zo, dan moet je het echt als een taco eten zo, hè? Ja. Ga ik ook één maken dan. Zo, heb je een werk aan gehad? Ja, het duurde wel veel tijd, maar ik vind het wel heel leuk om te maken. Maar je hebt er een filmpje van natuurlijk. Ja, dat kost wel. Dus dan is het niet zo. Dan heb je er ook. Zo lekker! Ik geloof het graag. Lekker. Lekker hè? Maar wat smaakt er nou zo pittig? Ja, dat is dit. Die zit er ook bij. Ja, ik heb echt eentje versnipperd. Oh! Oh, en de garnaal is ook een beetje pittig trouwens. En heel fris. Fris hè? Heel lekker. Heel lekker. Nou, ik vind dit is gewoon een van mijn lievelingseten. Ik vind het lekker, nog een sushi, weet je dat? Ja. Ik vind het ook zo. En het is leuk, want kan iedereen gewoon zelf een beetje maken. Op de kleuren, weet je wat ik ook heel mooi de kleuren, hè? De kleuren zijn heel mooi. Maak je daar geen mooie foto's van? Ja, ik heb foto. Prachtige kleuren. Maar hoe leuk om maar mijn verjaardag. Maar dat komt ook met die rode kool, hè? Dat geeft een mooie kleur. Dat is leuk. Maar hoe leuk is het met mijn verjaardag, man? Dat iedereen gewoon een beetje zelf kan maken. En zou ik dan ook die maken of gewoon wrapjes dan? Terwijl het allebei doen. Kan ook. Ik zou een beetje allebei. Ja. Het is te veel werk om alles te doen. Maar je haalt er nog best wel uit. Kijk hoeveel ik eruit heb gehaald. Maar dit heb je dus met spinazie, amandelmeel en? Nee. Spinazie, bloem, melk en ei. Mag niet met amandelmeel? Nee. Oké, daar ga ik weer. Dit is zo lekker. Vind je die lekker? Mm-hmm. Ik heb echt een uitvinding voor mijn gevoel gedaan. Nou, Samantha. Maar we hadden met haar wat gewone webs gedaan. Heel lekker. Echt oprecht, ik vind het lekkerder nog dan sushi. Maar dit is echt hoe een Mexicaanse taco is. Dit is eigenlijk een taco. Voor alle Mexicanen die nu op mij gaan haten, die zeggen dit is niet Mexicaans. Maar wat ik nu gezonder heb gedaan is deze wraps. Ik heb dit heel gezond gemaakt. Alleen een beetje kruiden en een beetje kokosolie. En dit in plaats van crème fraîche. Een heel, gewoon, heel klein laagje, ja. Ik kan nou niet zeggen wat het maar lekker moet maakt. Ik moet zeggen, die limoen maakt het ook heel lekker. Die proef je heel sterk. Ja, ik wou net zeggen, wat maakt het nou lekker? Als je alles bij elkaar. De frissigheid van de limoen maakt het bijzonder, maakt het helemaal één. Ja. Dit proef je bijna niet, hè? Nee. Ik proef echt niet dat dit een
geen wrap is. Nee. Ik proef gewoon een wrap. En dat is ook stevig. Ja, dat is heel goed gelukt. Echt een goede vervanging voor een wrap. Ook leuk op een zomerse tafel buiten. Al die kleurtjes. Nou, het ziet er heel leuk uit. Vergeet ik door mijn moeder bijna de video af te sluiten. Ik vond het echt een mega geslaagde video. Het is zo lekker. Het is echt niet normaal. Echt. Dit is gewoon mijn nieuwe lievelingseten. Ik zweer het. Het is zo, zo lekker. Het is zo unieke, frisse smaak. Ik raad je echt aan om uit te proberen. Ik ga dit ook maken bij mijn verjaardag. Ga ik zulke pannenkoekjes maken en normale wraps. En het wordt super leuk verstijden. Dat iedereen gelukkig zijn eigen tacos kan maken. Helemaal zin in. Echt top, top, top. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Ik vond het heel erg leuk om te maken. Ik ben echt heel blij en trots op de video. Dus vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Vergeet ook zeker niet op mijn kanaal te abonneren. Vond je nou leuk dat ik dit soort kookvideo ging maken, een soort recept ging uitproberen? Laat het dan meteen weten in de comments en dan ga ik het natuurlijk vaker doen. En vergeet me niet voor Instagram, dus @sarahverwoerd. Dan kun je me dagelijks stalken en ik plaats heel veel updates op YouTube en whatever, everything. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!